beslist is toch van de organisatie uit om de wedstrijd morgen te laten doorgaan. De organisatie zegt zelf dat zij de veiligheid kan garanderen. De organisatie wil zelf ook dat de wedstrijd plaatsvindt. Dus zowel de start in Roeselaar als de finish in Waregem zegt van ja, kijk, er zijn genoeg veiligheidsmensen voorzien, het kan doorgaan. Dus op dit moment gaat alles door. Tenzij er in de loop van vanavond of morgenochtend nog een beslissing wordt genomen door de hogere overheid, dat het toch niet zou mogen plaatsvinden. Omdat je moet weten, zo'n wedstrijd, ja, dat vraagt wel wat politie inzet. En de vraag is die er voldoende overal langs het parcours ook? Want ja, er worden nu manschappen gebruikt, elders ook. Dus vandaar dat het nog niet 100% zeker is, maar toch wel redelijk zeker. En de organisatie gaf ook aan vanavond rond 5 uur van kijk, wij gaan ervan uit dat het doorgaat. We hebben tot nu toe nog altijd geen bericht gekregen dat het echt niet mag. Dus we gaan ervan uit, er is een ja, maar misschien heel misschien later vanavond of morgenochtend een nee. Ja. Is überhaupt nog getwijfeld of het nou ja, wel moet koersen? Er zijn geloof ik nu een aantal dagen van rouw afgekondigd. Dat dreigingsniveau is op het hoogste niveau in België. Wordt daar dan nog bij stilgestaan buiten dan alleen maar de politieagenten of die voldoende zijn? Ja, natuurlijk wordt erbij stilgestaan van ja, kan dat wel een wielerwedstrijd laten plaatsvinden een dag na zulke zware aanslagen. Maar de vraag is ook in het peloton zelf van ja, we kunnen ons toch niet laten kisten, we kunnen toch niet zomaar stoppen met ons gewone, ons normale leven omdat er een aanslag net plaatsvindt. Walter Plankaert, ploegleider van Topsport Vlaanderen, gaf ook aan van ja, we moeten gewoon koersen. Dat is het enige dat we kunnen doen, tonen dat we niet geklopt zijn, dat we ons niet laten doen en echt in dat peloton rijden. Ja, maar goed, ik begreep, de consequenties zijn eigenlijk sowieso ook voor het peloton, omdat heel wat renners vandaag op Zaventem zouden vliegen om morgen gereed te zijn voor de wedstrijd. Die doen nu niet mee? Ja, er zijn een aantal ploegen. Ik heb net de deelnemerslijst even bekeken. Ik denk dat er 163 aan de start staan. Dat is iets minder dan voorzien. Giant Alpecin zal niet starten, omdat de renners er niet geraakt zijn. Er zijn maar 4 van de 8 renners van Movistar. AG2R is ook slechts met 6. CCC is ook slechts met 6. Dus een aantal ploegen zijn niet voltallig, omdat ja, de luchthaven is gesloten. Dus het is moeilijk om er te geraken. Trek-Seg Fredo, Dirk de Mol, de ploegleider, gaf aan van ja, het was echt niet gemakkelijk vandaag om iedereen in België te krijgen. Maar kijk, het is ons toch gelukt. Dus ze gaan morgen voltallig starten. Maar hij gaf bijvoorbeeld wel aan van ja, Fabian Cancellara, die morgen niet deelneemt aan de Dwars door Vlaanderen, die is niet in België geraakt, dus we weten niet of hij er morgen wel zal raken. Hij ging eigenlijk een training doen op Vlaamse wegen, al even verkennen. En dat wordt nu moeilijker voor hem. Ja. Ja. En hoe zit het met de andere wedstrijden? Vrijdag E3 Prijs-Aarobeke, zondag Gent-Wevergem. Is daar iets over bekend? Of ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, je moet ook weten, die wedstrijden bijvoorbeeld dwars door Vlaanderen, ja, dat is wel in België, maar dat is op 70 kilometer van Brussel, dus het is wel een beetje ver van ons bedshow, en niet helemaal, maar toch, ja, ze zijn er wel mee bezig, maar ik sprak vandaag ook met de organisatie van Idrie Harebeke, die zei van ja, we wachten eigenlijk gewoon op wat dwars door Vlaanderen doet. Als hun wedstrijd niet plaatsvindt, ja, is het voor ons moeilijker om onze wedstrijd ook te doen. Maar ja, we zijn al 2 dagen verder. Dus zij laten het gewoon afhangen van de wedstrijd morgen. Vindt die plaats, oké, dan zal Idrie Harebeke ook wel plaatsvinden. Maar natuurlijk ook met die extra maatregelen. Idrie Harebeke gaf met mij aan van kijk, we doen een verdubbeling. We hebben een verdubbeling van de security mensen. Dus er waren 25 security mensen. Wel, dat zal nu verdubbeld worden. Gewoon in de VIP-tenten om alles een beetje in de gaten te houden. Dus er worden wel maatregelen genomen. Er zal ook meer controle zijn van rugzakken enzovoort. Dus dat gebeurt wel. Maar echt zekerheid over E3 of Gent-Wevelgem, wat nog later is, is er nog niet. Ja, wielerkoersen staan nog niet bekend als groot risico voor terreur, als doelwit. Maar heb jij, ik weet niet of je dat geproefd hebt, maar heb je binnen het peloton gepeld? Is er angst voor dit soort daden op het peloton? Ja, dat is iets wat ik vandaag nog niet echt gevraagd heb, maar natuurlijk in het verleden is het daar ook al over gegaan, omdat in de Tour de France ook, ja, je kan een peloton niet beveiligen, je kan een parcours onderweg niet beveiligen. Nu bijvoorbeeld voor de Ronde van Vlaanderen, heeft men een week geleden was er ook een persmoment over de veiligheid, stelde men ook van ja, we willen geen mensen met rugzakken op het parcours, maar ja,
dat is moeilijk. Er staan miljoenen mensen langs de kant. Hoe kan je dat controleren? Er kan altijd één iemand met een rugzak toch komen en er een bom leggen. Dat kan je gewoon bijna niet voorkomen. Het is heel moeilijk om een peloton te beveiligen, denk ik. Ja, en volgens mij is het slechts wat je kunt doen voor de Belgen is aan de koers komen. Dat is inderdaad waar. Anderzijds wordt er ook soms wel met gelachen van, ja, weet een terrorist wel wat een koerswedstrijd is, want uiteindelijk, hè? Het is ja. Maar koers. Hè? Inderdaad.